We zijn er weer live vanuit Nikeri, waar wij dus dan gaan praten over Gran Tori. En we hebben gesproken met daarnet. Na het gesprek, direct na het gesprek, heb ik een app gehad. En in die app krijg ik wat stukken waar te merken is dat meneer Hanuman wel percelen heeft op zijn naam. Als het authentieke stukken zijn, Minosap direct, maar hier zie ik ze wel. Ik lees hier Shailes Hanuman, geboren op 22 februari 19, papapapap, houder van ID-nummer, papapap, wonende in het district Nikeri aan de papapapstraat 47, percelaan vermoedelijk groot, 1000 vierkante meter. Dat is één van ze. Ik heb nog een paar stukken hier waar je dus dan zou zien. Ook eentje op de naam van zijn broer of broertje. Dat is Vishal Hanuman, zie ik ook hier. Dus hij heeft ons gezegd dat hij niet eens één heeft op zijn naam. En als wij mogen afgaan van die stukken, als ze authentieke stukken zijn, dan heeft hij voor ons gelogen in het interview. We hopen dat het niet zo is. Maar als we naar die stukken kijken, dan heeft hij gelogen. We zullen hem weer vragen daarover. Maar goed, we zitten hier bij meneer Nageswar. We hebben gesproken met Hanuman. Meneer Hanuman zei ons nog dat hij hier is geplaatst door de president via meneer Sukul. Ram Sukul. En hij wordt dus dan... meneer Hanuman wordt dus dan geboycott door deze zekere meneer Nageswar. Laat ons horen wat er aan de hand is. Ik heb een paar stukken hier van de heer Nageswar, waar hij dus dan geplaatst hier is als beleidscoördinator. En ik kijk naar een soort van hiërarchie hier. Je hebt de minister en dan heb je de beleidscoördinator. Je hebt dan de senior beleidsmedewerker en dat is de heer Hanuman. En je hebt je hoofdbeleidsmedewerker en beleidsmedewerker. Dus als ik naar zo'n hiërarchie kijk, dan zie je dat vanuit zijn functie is meneer Nageswar. Hij staat wat hoger dan meneer Hanuman. Ik weet niet wat dat moet gaan betekenen, maar we zijn hier bij hem. Meneer Nageswar, dankjewel voor het willen afstaan van het interview. We hebben gesproken met meneer Hanuman. Ik denk dat je, ik weet niet of je het gevolg hebt, maar tenminste uw medewerkers hebben u zo een beetje gerapporteerd. Ja, zo'n beetje heb ik wel gehoord, ja. Maar niet... Hoe lang zit u al hier? Bijkans 2 jaar. 2 jaar zit u al hier. En bent u werkelijk geplaatst door de president via meneer Ram Sukul? Klopt. Ja. En met welke bedoeling bent u geplaatst hier? Om het werk te doen. Zodat het beter uitkomt voor de burgers van Nikeri. Ja, het ging niet goed dus. Zou ik niet weten, maar om efficiënter en vlotter dingen te laten plaatsvinden hier. Ja, want wat er gebeurt, tenminste als ik de heer Hanuman mag geloven, is dat mensen aan het klagen zijn omdat stukken blijven hangen. Dat ik denk naar Amang Noas in dit hoor, maar die stukken blijven hangen. Wat weet u daarvan? Kijk, als ze blijven hangen, moet meneer Hanuman dat kunnen verantwoorden. Ja. Want hij was degene die hier de leiding had. Hè? Ja, maar hij zegt bijvoorbeeld bij de DC of bij BO of weet ik veel. Kijk, als je een goede samenwerking hebt met de DC ook, dan denk ik niet dat het zo moeilijk gaat zijn. Maar als je geen samenwerking hebt, dan denk ik wel dat het stroef gaat zijn. Hij heeft geen samenwerking, goede samenwerking met dat de DC? Zou ik niet kunnen zeggen. Maar dat haal ik uit de woorden. Ik heb beide gezegd. Ja. Als je goede samenwerking hebt, of als je geen goede samenwerking hebt. Meneer Hanuman verklaart dat. Ja. Dus, heeft u een goede samenwerking met meneer Hanuman? Wel, we proberen. Ik probeer althans. Oké, jullie proberen. Lukt het? Wel. U heeft te lang nagedacht. Lukt het wel, de samenwerking tussen u en meneer Hanuman? Laten we dat even aan de kant houden. Waarom? Dat is de dienst. En ik wil de dienst niet
bespreken. Maar meneer Hanuman heeft alles al gezegd. En als u niet zegt... Kijk, als meneer Hanuman iets heeft verteld over de dienst, is het voor zijn rekening. Dat betekent dat hij niet te vertrouwen is. De dienst kan je niet bespreken. Ja, maar de dienst is al besproken, meneer Hanuman, meneer Nageswar. De dienst is al besproken. Ja, de dienst is besproken. En als u niet zegt, dan gaan we moeten afgaan van wat meneer Hanuman zegt. Heeft u wel een goede samenwerking met die man? Kijk, overal waar je werkt, heb je stoppingen en problemen. Je moet met elkaar kunnen samenwerken. Ik ben hier geplaatst, men heeft me gevraagd om de samenwerking met elkaar op te bouwen. Van mijn kant probeer ik. Als hij dat niet wil doen, kan ik er niets aan doen. Wie is hoofd op deze afdeling? Wie heeft de eindverantwoordelijkheid? Qua volgens hiërarchie, dan denk ik wel dat ik hoger zit dan hem. Ja, maar dat gebeurt niet in de praktijk. Want tot nu toe zegt hij dat hij hoofd is van de afdeling. Als hij dat zegt. Maar gebeurt dat wel in de praktijk dat u als beleidscoördinator, want u valt rechtstreeks onder de minister, zie ik hier, en departementsleiding. Dat is de minister, de ja, directeur enzovoort. Ja, precies. U valt rechtstreeks onder die mensen. Ja, klopt. Werkt de minister met u? Rechtstreeks? Nee, nog niet. Wel met meneer Hanuman? Zou ik niet weten. Maar dat zegt hij ook? Dat zegt hij ook. Ja, dat hij in contact is met de minister. U wordt overgeslagen, meneer Nagisar. Ja, dat zullen we even natrekken toch. Maar u ziet het al. De minister werkt met meneer Hanuman. U bent daar tussen wat eigenlijk de minister, de beleidscoördinator, dan pas klap, meneer Hanuman. Klap, maar u wordt overgeslagen hier. Wat doet u daaraan? Nou, kijk, wat werk betreft, zullen we dan onderling even wat moeten natrekken. 2 jaren al? Want u zit al 2 jaren hier. Ik zat 2 jaren hier, ja. Maar toen was het probleem dat ik dit niet in mijn handen had. Je beschikking had je nog niet? Niet in mijn handen. En wanneer heeft u je beschikking gehad? 23. Oh, februari. No. In 12 december 2023. Oh. 3 maanden terug. Begrijp je? Nu pas kan je praten. Nu pas kan ik praten. Dus toen was ik wel aan de kaart gezet. Zelfde stoel. Waarop jij nu zit. Aan een wand. En nu? Nu zit ik hier. En dan moet je nu gaan werken. Krijgt de ruimte om te werken? Nou, ik ontvang mensen, ja. Elke dag. En ik heb geen tijden dat ik speciaal zeg van vanaf maandag tot woensdag of maandag tot donderdag, weet je. Mm-hmm. Ik heb geen tijden. Ik ben 7 uur aan het werk. Als iemand half acht hier is, ontvang ik direct. Maar bent u in de positie om die mensen te helpen? Want je ontvangt die mensen, maar je moet ze helpen met hun grondproblemen. Ja, kijk, we gaan proberen. Ik probeer. Als meneer Hanuman me die dingen gaat geven. Die dan, stukken? Ja, dan ga ik door. Maar u heeft die stukken niet? Nee, nog hij niet. Gaat het u niet geven, dat weet u toch? Als hij niet gaat geven, dan zullen we andere stappen moeten ondernemen, toch? Ja. Dan is het sowieso dat ik iemand meerdere ga vragen van, kijk, luister, zo lang, zo breed. Wat doet u? Mensen zeggen, het is een politiek spelletje tussen de AWOP en de VAP. Kijk, men maakt het heel makkelijk voor ze, voor een ieder, dat het politiek is. Als je hier gezet bent om te werken, moet je je werk doen. Na 3 uur moet je politiek gaan kijken. Waarom moet je politiek hier op werkvloer spelen? Ja, maar je zou bijna die conclusie kunnen trekken, want meneer Hanuman is geplaatst door de AWOP. U bent geplaatst door de president, / Ramsuko, je kan de lijn doortrekken, VAP. Mm. En dan heb je die spanning. Dat is politiek. Dat is ja, precies. Maar, dat is maar politiek werkt maar, in alles. Ik ben geen politicus geweest, of ik ben daar nooit op een podium geweest, of wat dan ook. Vanwege je specialiteit bent u hier? Ik ben al 20 jaar in dienst, bijkans 20. Oh. En ik heb 18, 17 jaar heb ik op de dingen gewerkt. Mm-hmm. ROS nu. Ja. Ik heb alle veldonderzoeken, BO-rapporten, DC-adviezen heb ik jarenlang gedaan. Dus is een oud iets voor mij. Vandaar dat ik opgeschoven ben. Oh. Is niet dat ik vanuit een politieke kring kom en geplaatst ben. Ik heb... Maar, als ik zo moet kijken naar Hanuman, wat Hanuman heeft gezegd,
dan ga ik zeggen, ja, hij is van, via politiek gekomen. Van ergens weer hier gezet. Ik heb na mijn onderzoek heb ik vernomen dat u eigenlijk geplaatst hier bent om over te nemen van meneer Hanuman. Dat is aan mij gezegd. Ik zou niet weten. Als dat zo is, dan... Als het moet, dan moet het. Ja. Maar niet dat ik ga vechten voor zijn plaats. Als de zijn plaats is u aangeboden? Als het aangeboden is, neem ik het. Ga ik... Om het werk te doen, ga ik het doen, ja. Maar dat is gebeurd al, toch? Dat weet u, toch? Nou, je, het is nog niet gebeurd. Maar dat is in de planning. Dat is in de planning. I know it. Okay. Dat is in de planning. Maar, dat, maar ook met wat u me hier wijst, uw functie, zeg maar dat, beschrijving. Uh-huh. Dat zou u al de plaats van meneer Hanuman moeten innemen als de hoofdverantwoordelijke heer. Oké, okay, als het zo is, dan waarom is meneer Hanuman nog daar? Die vraag stel ik aan u. Waarom is hij nog daar als ik hier lees minister? U hebt informatie gehad. Beleidscoördinator. Klopt. Dat bent u. Ja. En dan pas krijgt u senior beleidsmedewerker en dat is meneer Hanuman. Klopt. Ik heb me laten vertellen dat u de plaats van meneer Hanuman moet overnemen, want hij wordt bedankt. Hij zal bedankt worden. Heb ik het fout? Ik zou niet weten. Maar hoe daarover kan ik niet zeggen. Die informatie heb ik nog niet. Als het zover is, gaan jullie dat horen, toch? Maar nu doet u het werk van meneer Hanuman. U ontvangt mensen, u praat met mensen. Ja, ja. En dat is het werk van meneer Hanuman. Eigenlijk zou hij dat moeten doen. Hij doet dat ook. Maar hoe kan het dat twee mensen hetzelfde werk? Nou, omdat er is afgesproken voor een samenwerking. Mm-hmm. En als dat lukt, als de samenwerking goed zal zijn, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar als het niet goed is, dan zullen we verdere stappen nemen. En welke stappen gaan jullie? Want nu werkt het niet. U weet dat de samenwerking niet gaat. Wat? Welke andere stappen gaan jullie? Dat zal de hoger hand beslissen, toch? De minister, de directeuren, of misschien iemand verder. En terwijl er hier onderin wordt gevochten, als ik het zo hard mag zeggen. Vochten? Ja, ik bedoel, even trouwens even, ik hoorde het eerlijk. De samenleving van Nikeri worden er de dupe van. En dat wil ik vermijden. Dat wil ik vermijden, vandaar dat ik gewoon normaal mijn zaken doe. Wat binnen gebeurt, moet binnen blijven. Men moet met elkaar kunnen werken, want morgen is Hanuman er niet. Overmorgen ben ik er niet. Maar het personeel moet doorwerken. Til ik 60 jaar. Is de president op de hoogte van dit alles? Ik denk wel dat dat zijn adviseur wel alles heeft verteld. Ik denk het wel. En er wordt niet opgetreden? Nog niets gezien. Mag ik even eerlijk zijn? Uh-huh. Echt waar? Zeg het maar. Ik kom in je kantoor en het lijkt niet echt op een kantoor. Omdat die gewoon echt ergens... De man moet dat je de man bonkie put wat precies gewoon... In Wauku. Nee, even eerlijk. Dat niet eens een behoorlijke stoel waar we kunnen zitten en praten. En u accepteert dat gewoon als een beleidscoördinator. Want met uw functie moet u bepaalde zaken hebben als bureau, ja, maar, stoelen, ja, ja, ja. Alles. Maar je gaat niet vechten. Waarom zou ik moeten vechten voor een bureaustoel? Terwijl die wel hier aanwezig is. Ja. Die hiermee, dit is een nieuwe taal. Ik heb op een mooiere stoel gezeten dan wat u daar zit toen ik bij meneer Hanuman was. Een stoel en een bureau maakt niet uit om het werk te doen, toch? Wie speelt op het meme? Afroko moest rokken. De rest zien we later wel. Bent u geplaatst door de VAP hier? Nou, als het zo is, de president, dan is het de VAP. U bent geplaatst binnen het systeem om zaken te bekijken. En dat is politiek. Ja, maar ik doe dat niet. U doet het. U bent geplaatst, u heeft het geaccepteerd. Ja, ik accepteer dat omdat ik het werk moet doen. Ik wil werken. Ik wil alleen de bevolking van Nikeri. Het is Nikeri hier. U werkt, dat begrijpen we, maar u moet die zaken van de VAP regelen. Oh, nee. Welke zaken van VHP? Die grondzaken van VHP. Ik zou niet weten. Bent u op de hoogte van delen van het vliegveld? Kijk, geruchten zijn lang terug geweest. Ik heb zelf geruchten gehoord. Toen was ik nog op het commissariaat. Was ik niet hier. Oh.
Dus je bent niet op de hoogte. En hoe regel dit stuk dat hij? Heeft mij nog bij wat toegang naar die B-kantoor of wat? En wat kan het wel precies? Larico dan? Larico is voorop, ja. Ja, daar ook zijn er gronden uitgeven en die man is niet op de hoogte daarvan. Wie is niet op de hoogte? Meneer Hanuman is niet op de hoogte daarvan. Dan hoe zegt hij het? Hij heeft het gehoord, dus hij eigenlijk zou het via hem moeten gaan, maar dat is niet gebeurd. Bent u wel op de hoogte daarvan? Nee. Ook niet? Nee. Waarvan bent u wel op de hoogte? Sinds ik hier geplaatst ben om te werken. Dat en heeft u al meegewerkt aan het uitgeven van gronden, sinds u hier bent? Nee. Nog niet? Nog niet. Oké. En wat is dat probleem dan, dat jullie niet samen kunnen werken? Wat is het probleem? Dat moet meneer Hanuman weten. De bereidwilligheid is er niet, is dat het? Oh, misschien wil hij niet samenwerken. Zou ik niet weten. Maar dat is voor hem. En u zegt van oké, het gaat niet, dus mee, ik wil bakken. Nee, ik ga niet weg. Waarom zou ik moeten wegrennen? Ja. Omdat hij niet wil samenwerken? Nee toch? Dan gaan we een ander patroon inlassen toch? Ja. Dat is heel simpel. Ja. Hier zijn de grondinspecteurs. Maar kan niet gebeuren. Grondinspectie mag niet. Waarom niet? Vertrouw je ze niet? Maar het werk is stopgezet, heb ik me laten vertellen. Omdat er geen grondinspecteur is. Er is. Meneer Vlugman is grondinspecteur. En hij wil niet werken met meneer Vlugman. Vlugman. Hij wil niet werken met meneer Vlugman. Waarschijnlijk niet. Want dat heb ik mij laten vertellen door meneer Vlugman. Je kunt meneer Vlugman even interviewen. Ja. Hij gaat je veel meer kunnen vertellen daarover. Want hij, voor meneer Hanuman hier heeft overgenomen, was hij de leidinggevende. Waarnemend zo, maar ja. Er zijn 9 mensen die u zijn komen ondersteunen. In totaal 12 mensen. Die u zijn komen ondersteunen. Nee, het is niet van ondersteunen. Men praat heel veel dingen van ondersteunen of wat dan ook. Het is niets van ondersteunen. Het is gewoonweg zo, die mensen waren aan de kant gezet. Door deze meneer Hanuman? Ja. Ze waren aan de kant gezet. Ze waren ook hierboven met mij. Ik was ook aan de kant gezet. Ik zat hier elke dag. Omdat ik mijn papieren niet in mijn handen heb gehad. Maar hoe hadden jullie zo aan de kant gezet? Gewoon zo. Ik was daar ook toe. Eén bepoot ik. Maar hij heeft gevochten weer later. Van dat de 9 mensen naar beneden gaan. Je wilt samenwerken, dus dan ga je ook die stap moeten nemen, toch? Ja. Ik heb gedaan, oké. Gaan jullie? En ieder wil werken. Ga maar. Maar ja, ik zie tot de dag van vandaag dat hij allemaal aan de kant heeft gezet. Het zijn lekker stukken, zegt hij. Belangrijke stukken. De Mailiki. Migado, het is een dienstgeheim aan Mailiki. Is deze man te vertrouwen? Maar kijk, je zegt het is dienstgeheim, nee. Maar ze doen het toch. If the mij dwing, hij moet erover praten. Ik bedoel, if we lekker stukken, dan begrijp ik wel waarom hij niet samen wil werken, toch of niet? Kan hij bewijzen? Even goed, ik kan tegen dat Hanuman, je hoort zoveel in de media. Hanuman doet dit, Hanuman doet dat. Ga ik het kunnen bewijzen? Wat voor zin heeft het dat ik hem ga bekladden van hij is dit, hij is dat? Heeft meneer Hanuman gronden op zijn naam? Ik heb vernomen wel. Hij zegt van niet, hij heeft geen 1. Heeft u die stukken gezien? Die stukken heb ik niet gezien. Ik heb wel dingen gehad op mijn app. In der tijd. Ja. Maar zijn het authentieke stukken? Ja. Zijn authentieke stukken. Ja. Dus hij heeft wel op zijn naam. Heeft hij voor ons gelogen? Dan moet hij hem weer even interviewen. Dat fuck, zonder je leeg niet. Nee, maar kijk. Jullie liggen niet voor mij. Als er gelogen wordt. Maar voor de samenleving. En dat is... Maar wat bereik je daarmee? Dus dat bedoel ik. Wat bereik je daarmee als je nu moet gaan liegen voor de samenleving? Ik ben een Surinamer, toch? Ja. Mag ik geen recht op een stukje grond? Tuurlijk, hij mag. Wel dan. Maar hij zegt... Maar wat kan je doen? Amata kan of niet? Nou... Dat ja maar rekening was. Maar u heeft niet wel toegang. U zou het moeten weten, toch? Maar dus dat, als ik die toegang heb, dan kan ik je direct vandaar wijzen misschien. Ja. Eigenlijk moet u niet hier zitten. Eigenlijk niet, maar er is geen ruimte beneden waar ik kan zitten. Justitie, waar ga ik zitten? In een zaal?
Stel je voor als ik iemand moet ontvangen en die zijn geheim of zijn familiegeheim wil uitpraten. Ga ik toch niet voor alle administratieve medewerkers gaan praten met hem. Ja, ja, ja. Dus vandaar dat ik gekozen heb, ik zet me voorlopig hierboven. Als er een goede ruimte daar misschien gecreëerd wordt, dan zullen we verder zien. Ja, want hij zegt, je wil niet beneden zitten. Dat zegt hij ons, u wilt niet beneden zitten, u wil apart zijn. Wil je gaan zien waar hij mee wil ze plaatsen? Er is een kleine ruimte van 2x2 daar beneden, vlak naast zijn kantoor kan je zeggen. Waar er een toiletruimte en als ik ga zitten, moet ik deur openmaken op straat bekijken. Oh. Zeg maar, is dat goed om daar te gaan functioneren? Oh, als oh, wat? Oh. Dus daar, maar dat heeft hij ons niet gezegd. Ziet hij? Hij vertelt je bepaalde dingen, maar hij vertelt je niet de waarheid dan. Daarom heb ik gekozen om hier te zitten. En meneer Ramsekoel was gekomen speciaal daarvoor om het te bezichtigen. En toen hij het zelf zag, heeft hij gezegd van nee, het kan niet. Dus hij vertelt al halve waarheden. Ja, je wil niet zeggen dat hij liegt. Nee, ik zeg niet dat hij gelogen heeft. Ik zeg halve waarheden. Wat bestaat halve waarheden? Is de helft alleen waar, toch? De rest minus abi. De rest neemt hij, ziet hij als waarheid voor zichzelf. Hoe ziet hij dit aflopen? Want uiteindelijk moet er een oplossing komen. Niet voor jullie hoor, maar voor de samenleving. De Nigeriaanse samenleving heeft niets te maken met wat er hier gebeurt intern. Ze moeten geholpen worden en hun zaken moeten geregeld worden. Maar dus dat. De leiding moet daaraan wat gaan doen. Er moet ingegrepen worden, ja, zegt u. Ik kan niets eraan doen, begrijp je? Degene, de personen die hiermee belast zijn, die de bevoegdheid hebben, zij moeten nu wat eraan gaan doen. Meent u op de hoogte van de dubbele uitgiftes? Er zijn dubbele uitgiftes geweest, ja. Ik ben wel ervan op de hoogte. Toen was ik nog steeds op het commissariaat en ik kreeg in handen. En voor waar die fout? Wie heeft onderzoek gepleegd? Als er een grondinspecteur gaat, dan moet je een goede onderzoek hebben. En dat moeten we dan eigenlijk moeten we dat gaan nachecken van hoe het komt. Ja. Want als ik al één keer een rapport heb opgemaakt voor u, en het is al uitgegeven, hoe kan een tweede gaan? Ja, dus dat. Ergens is er een fout gemaakt. Ja. Kijk, als je 1-2 hebt, maar ik heb voor nummer 60. Het kan misschien meer zijn. Nou, dat was dan niet klopt. Iwan kan sluipen toe, sabi door. Maar 60 tot meer. Wat to lees je kan ik wel fout. Maar zoveel? Maar zoveel? Nee. Dat speelt er iets. Of daar ben je niet bekwamer voor? Dat kan ook. Ja toch? Dat betekent je kent je werk niet. Als er zo'n fout in kan ik. Maar hoe denk je dat dit opgelost kan worden? Politiek-wise, want eigenlijk... Politiek, wat, kijk, als het politiek je probeert is, het goed nee, te praten, kijk, ik begrijp u wel. Maar als het politiek is, dan is de politiek die dat moet doen. De politiek speelt een grote rol in deze. U weet het, u bent geplaatst door de VAP hier, die man is geplaatst door de ABOP en de Makandra Nono. Hoe denk je dat dat gedaan moet worden? Nou, als je zegt politiek, dan moet de politiek komen inspelen om het op te lossen. Ja. Maar, hoe dan ook, je moet die lijnen gaan volgen. Mm-hmm. Degene die hiermee belast is, die de bevoegdheden hebben, die personen moeten hier wat aan doen. Anders Asanis Ogolik Sodoro. Wie is meneer Bana? Bana? Nee. Zomana Bana. Bent u op de hoogte van die man? Bana? Nee. Niet? Nah. Geen bekende naam in die keer? Nee. Bana niet. Oké. We gaan afronden. Wat zegt u tot slot? Nou, het enigste. Ik hoop dat er snel een oplossing komt. Zodat we de burger kunnen helpen. En niet dat zij de dupe van worden. Ja. En alles wat krom is geweest, misschien proberen recht te trekken. Ik ga u een vraag stellen en ik heb een concreet antwoord van u nodig. Moet meneer Hanuman de plaats verlaten? Concreet, ja of nee? Eerlijk? Mm-hmm. Tot de dag van vandaag, als ik alles heb gekeken en gezien en alles heb meegemaakt, dan ga ik zeggen van als ik op zijn plaats was, had ik al lang bedankt. Dus hij moet weg?
Ik heb al gezegd. Je hebt geen concreet antwoord gegeven. Nee, begrijp zijn wel een takkie. Maar concreet. Ja, ja, ja. Maar concreet. Ja of nee? Ik heb al gezegd toch. Meneer Nageswar, dankjewel voor het afstaan van dit interview. Geen dank, graag gedaan. En zo hebben wij gesproken met meneer Nageswar. We hebben het story gehoord van beide kanten. Je kan zelf je balans opmaken en kijken wat er allemaal gebeurt. Maar in ieder geval, ik hoop dat de politiek, maar ook vanuit het ministerie, dat er een oplossing komt. Niet voor deze mannen, want ik ken ze niet. Maar een oplossing voor de Nigeriaanse samenleving, waar ze hier kunnen komen en zonder enig probleem hun stukken kunnen regelen, hun percelen kunnen regelen, geen dubbele uitgiftes meer. En dat zaken zo snel mogelijk, want om in mijn stukken de fassie ergens, Piminosabi, dat die zaken dus dan goed gaan. We hebben onze bijdrage geleverd. We hopen dat met deze twee interviews na vandaag een oplossing komt in deze zaak. Ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Armskerk is de baas. Tot later.